Hallo, wij gaan een stracciatella roomtaart maken. Ik zou dat eerder doen, maar ik was natuurlijk vergeten om het te filmen. Dus we zijn al druk bezig en we gaan eerst even de bodem maken. Ja. Ja. Dit is wat mij dus niet lukt. Kijk, wordt eerst even met Dr. Oetke, toch? Ja, bakspray hebben we even ingesprayed, zeg maar. De rand. De rand, zodat het niet plakt, want bij mij plakte het namelijk. En... nou, dit kennen jullie wel. En dan gaan we de bodem maken. En daarvoor heb je nodig... even kijken hoor. Je hebt sowieso voor de hele kwarktaart heb je gewoon een naturel kwarktaart nodig. Ik zet alle ingrediënten in de... hoe heet het? In het artikel. Even kijken. 500 gram magere kwark. 250 ml slagroom. Wat zoek je? We doen nou geen kwark. Oh nee! Je hebt helemaal geen kwark nodig. Grapje. Ja, ik zet het... wacht, ik laat het hier... tada. Ga je smelten. Dit zijn de ingrediënten, maar ik zet het nog wel onder in het artikel. Ja? Voor de bodem heb je dus 50 gram boter nodig. Standaard. En dat wordt dan gesmolten in een pannetje. Als jullie de kwarktaart gewoon kennen, dan weten jullie ook wel hoe het moet. Dat staat hier gewoon. Ik zal het wel even in focus laten zien. Tada. Ik kan het even op pauze zetten als je wil. En dit gaan we eerst doen en daarna gaan we verder met gewoon de vulling, zeg maar. Dat roer ik goed door elkaar heen. Het moet zeg maar een vast papje worden, ja. Dat het niet meer kruimelig is, anders krijg ik het niet goed op de bodem. Klontjes of weer. En dan gaat het in de springvorm. En dat druk je dan goed aan op de bodem. Doe je vorm met een vork of met een lepel? Met een lepel. Met een lepel. Met een bolle kant wel te verstaan natuurlijk, hè? Maar dat lijkt mij niet meer dan logisch. Hé, er zijn sommige mensen die dat niet weten. Ja, dat weten ze niet. Precies. Goed en idee. Als dit... je verdeelt het goed en als dit dan... als je dit goed hebt aangedrukt, dan zit je het voor 10 minuten in de koelkast. Voor het beslag doe je 300 ml water in een kom. Staat ook op het achterkantje, zeg maar, van de... kwarktaartmix, maar wij vervangen de kwark door de blanke vla. Dus je doet wel alles, maar in plaats van kwark doe je blanke vla. Taartmix erin. En dan kan je zelf kiezen of je het met een garde doet of met een mixer. Het is maar net wat je fijn vindt. Drie minuten. Dit klop je dan voor 3 minuten. Blanke vla. 350 ml blanke vla. Doe je gewoon door het mengsel die je net opgeklopt hebt, zeg maar. Of gemixt. Dat is maar net wat je hebt gedaan. Ben je weer aan het knoeien? Goed zo. Goed zo. Die doe je er doorheen. En ook 500 ml slagroom. Dat zijn gewoon twee van die bakjes. Maar die zie je zo wel. Twee van die bakjes. En die doe je er ook gewoon doorheen. En dan gaan we je weer mixen. Of kloppen. Of kloppen. Het is maar net wat je, wat je fijn vindt. Eigenlijk is het bijna helemaal hetzelfde als de kwarktaart. Alleen dan doe je blanke vla in plaats van 500 ml kwarktaart. Wat je normaal gesproken moet doen. En hoe lang mix je dit op? Of nou, dit moet gewoon... wel met de mixer. Ja? Dat klopt even niet, ja. Dan leg ik dit altijd in geen grapbeslag. Oh, sorry. Oh ja, ik zie dan slechte knoontjes. Ja. Oh, dat werk je wel weg, maar ik bedoel... Jawel. Dit doen we even met de mixer, want zoals jullie misschien kunnen zien, zitten klontjes in. En dat mag niet in de taart! Nee.
pas op, want het spat wel. Dan ga je het 200 ja, gram. Dat is 200 gram. Oh, dat is nog meer, ja. Zonder lepel. Zonder lepel. 200 gram pure hagelslag of vlokken. Dat moet je even zelf weten. Wij doen hagelslag. En dat gooi je er dan gewoon doorheen. En dat hoef je niet te mixen, maar dat doe je gewoon met zo'n spateltje. Want anders proef je er niks van. Ik moet wel nieuwe hagelslag doen, mooi. Ja. Het liefst puur, hè? Het liefst puur, want er zit wat meer smaak aan dan melk. Maar als je niet houdt van puur, kan het ook melk. Het is maar net wat je wil. Nou, dit mix je er doorheen. En ondertussen heeft de... even kijken hoor, of die afgekoeld is. Ja, die kan wel iets goed hoor. Kun je eruit halen. Kijk, de bodem. Er staat dat je 10 minuten in de koelkast moet zetten. Maar dat hoeft niet per se, hè? Nee. Dat hoeft niet per se. Totdat je klaar bent met het beslag. Met het beslag kun je erin doen. En dan giet je dit er zo meteen overheen. Kijk, daar komt het. Ja! En dit laat je dan... Ja, wij laten het gewoon de hele nacht. Want we eten het toch pas morgen. Maar als je het echt nodig hebt voor de dag zelf, dan... Ja, wordt het heel, heel krap. Dus probeer het gewoon een avond van tevoren te maken. Ja. Desnoods een dag van tevoren als je s'avonds geen tijd hebt of wat dan ook. Maar... En glad, dit kan je natuurlijk opeten gewoon, hè? Glad strijken in de vorm. Moet het glad strijken in de vorm, want anders wordt het niet mooi egaal. Hij past er net in. In een 26 centimeter doorsnee vorm. Dus, dat. Ja. Dat je het weet. Anders is hij te klein. Precies. Als je een 24 centimeter neemt, dan gaat hij eroverheen. Past hij er niet ook in. Lekker, maar dat wordt hem niet. En dit was dan de... taart. Oh, kijk. We mogen hem opeten. Mm. Tadaa! Bedankt voor het kijken.